trainen met veel energie, veel passie voor voetbal. Ja, met een duidelijke visie. En ja, gewoon een speciale man. Nou, een heel energieke man. Hij is altijd druk bezig met de groep. En ja, ik denk dat iedereen dat wel ziet hoe hij zich presenteert. En dan bedoel je dat hij heel veel schreeuwt? Nou ja, schreeuwt, aanwezig is, veel in beweging, veel zelf willen doen. En... Veel schreeuwt? Inderdaad. Eigenlijk is hij altijd zichzelf. Hij is altijd zichzelf, hij is altijd gewoon super gedreven. Hij wil altijd winnen, maakt niet uit waar hij speelt. Dus ja, het is gewoon Peter je ballen. We trainen goed, we trainen hard, we trainen scherp, we zijn super fit. Volgens mij ben ik nog nooit zo fit geweest als dit seizoen. Is je ook een beetje gek? Ja, ik wil nog wel nog spelen dit seizoen, dus nee, hij is positief gek. Hoor jij hem tijdens de wedstrijd? Niet altijd, want ik zit de laatste tijd vaak op de tribune, dus dan is die afstand heel groot. Tuurlijk hoor je hem. En anders zorgt hij wel voor dat hij je bereikt. Dus, ja, en anders in de rust. Maar je hoort hem wel vaak. Luister je ook naar hem dan? Soms. Kun je naar hem toe gaan en zeggen, hey, ik weet dat jij de trainer bent, maar ik heb een idee. Misschien moeten we het zo doen. Ja, nee, hij vraagt ook wel gewoon aan de groep wat onze ideeën zijn. Maar hij heeft natuurlijk altijd zijn eigen visie. Dus uiteindelijk hebben we niet heel veel invloed. Ik denk dat het ook wel een beetje ouderwets is, nog steeds. Hou niet van ja maar en weerwoord, anders moet je gelijk 10 keer opdrukken. Is er wel eens iemand die dan een weerwoordje geeft en dat het een beetje ruzie wordt? Dat is de jonge generatie nog. die hebben nu wel een bosje staan. Dus, Wie heeft de grootste mond van jullie selectie? Ja, ik zie Freddy wel vaak opdrukken, maar hij is dat wel afgeleerd gelukkig. Want uiteindelijk is hij de baas en bepaalt hij wat er gebeurt. Daar dan dus. Nou ja, in principe doet hij dat zo, ja. En als dat zijn manier is, is dat gewoon prima. En dat is gewoon doen en luisteren. Zo simpel. Die lullen maar poetsen. Ja, in principe wel, ja. Hoor je hem ook? Daar houden ze hier ook wel van, dus... Van lullen of van poetsen? Alle twee.